25 jaar staat dit gebouw er en is het ons huis. Waar we lekker werken, fantastisch mooie dingen maken. Chocola, chocoladefabriek van Leiden. En dat vieren we vandaag. En daarvoor hebben we een hoop mensen uitgenodigd. Natuurlijk de DZP'ers die hier elke dag hard werken. Maar ook de klanten, dankzij wie we die producten kunnen maken. Daar komen we zo nog op terug. En we hebben gevraagd aan onze wethouder Marleen Dame om te komen. En aan onze burgemeester Harry Lenvering om ook bij te zijn. En die zal straks, zijn we ontzettend vereerd mee, ook het woord even tot ons allemaal richten. Maar eerst wil ik iets aan jullie kwijt. Voordat ik naar de klanten toestap om te vragen wat zij ervan vinden. Wat ik aan jullie kwijt wil, is uit mijn hart dat ik jullie echt geweldig vind. Want we maken hier zo'n ongelooflijk mooi product. Dat mogen we maken voor onze klanten. En jullie doen dat zo goed. Let op dat het schoon is, hygiënisch, kwaliteit, dat het er mooi uitziet. De chocolaatjes, de verpakking, alles. En ik zie al dat jullie je best doen om hier op tijd te zijn. Goed door te werken, ook als je je misschien wat minder goed voelt, toch proberen naar het werk te komen. En dankzij jullie inzet kunnen we ook zo goed werken. En wat ik ook fijn vind om te merken, is dat jullie daar ook voor elkaar zijn. Mag ik jullie wat vragen misschien? Nou, ja. Ik heb hier een vraag. En dan moeten jullie allemaal tegelijk antwoorden. Ja. Zijn wij blij dat wij voor al onze klanten chocola mogen maken? Ja, oké. Okay. Ja. Mag ik dan even een waanzinnig applaus hebben voor al onze klanten die hier zijn? Voordat ik naar de klanten toe ga, wil ik één ding nog zeggen tegen jullie. Wij hebben hier met elkaar een omgeving, een werk neergezet, een chocoladefabriek, waar we zo goed kunnen draaien dat we een voorbeeld zijn ook voor andere gemeentes in Nederland. Waar ook werk moet zijn voor mensen die deze omgeving nodig hebben. En die worstelen nog met, kunnen we uit de kosten komen? Kunnen we goede producten neerzetten? En daarom hebben we zoveel bezoekers de laatste tijd. Die komen kijken hoe wij het doen, hoe jullie het doen. En wij zijn maar trots op, wel met bescheidenheid natuurlijk. We zijn Nederlanders, we zijn bescheiden. Maar we mogen best een beetje trots zijn dat we het hier hartstikke goed doen. Dat wil ik echt nog een keer tegen jullie allemaal zeggen. Dus, applausje voor jezelf. Oké, dan kunnen jullie één zin zeggen tegen de mensen als jullie hier zijn. Bijvoorbeeld, waarom kies je voor DZP? Of waar ben je wel of niet blij mee? En Willy Wildenborg is de ondernemer waar we voor jou voor mogen maken. Al zo lang, waar jullie zo goed letten dat het er goed uitziet. Willy, wat wil jij kwijt op deze verjaardag aan alle collega's hier? Nou, ik wil niet zoveel kwijt. Ik wil jullie zeggen dat we 10 jaar geleden hier begonnen zijn met inpakken. Dat we ongeveer 5 jaar geleden hier zijn gaan produceren. En dat we vanaf het begin een vertrouwen hebben gegeven aan DZB. En dat vertrouwen is nooit geschaad. We hebben altijd een perfecte partner in DZB gehad. En dat heeft te maken met de directie, met Bas en Michael en anderen. Dat heeft te maken met onze contactpersonen, Rutger, een Piet, een Michel. En dan vergeet ik er misschien nog wel een paar. Maar dat heeft vooral ook te maken met alle mensen, zoals hier voor me staan, aan de verpakkingslijnen en de productielijnen. Ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. En ik hoop dat we nog heel veel jaren in diezelfde succesfactor zoals we nu bezig zijn door kunnen gaan. Dankjewel. Applaus. Dankjewel Willy, dank je zeer. Martinez, Richard. Martinez, kennen we ook al heel lang. Hi Richard, welkom. Wat wil jij kwijt aan ons? Nou, het is net ook al een beetje gezegd, maar wij doen ook alweer 10 jaar zaken met DZP. Vanaf het begin af aan, ja, klein begonnen met een paar verpakkingen. En inmiddels doen we er alweer 13. De 13 verpakkingen worden voor ons ingepakt. En het is eigenlijk zorgeloos. En zorgeloos, dat is een ontzettend groot compliment. Waarom? Dat betekent dat het eigenlijk altijd hartstikke goed gaat. En het is ook fijn als we hier weer langskomen, omdat de mensen met plezier en passie te zien werken met onze producten. En wij worden er blij van, we merken dat jullie er blij van worden. Dus we zijn er heel blij mee en ook wij hopen dat nog heel veel jaren te mogen doen. Dus we deze ook namens Martinez willen we jullie ontzettend bedanken voor alle inzet. Dankjewel Richard. En we hebben van Martinez een heel mooie chocolade 25 jaar gekregen. We zullen morgen op vrijdag bij de lunch, voordat jullie naar huis gaan, dan zullen jullie dat zien.
Ja, failliet. Je bent een hartstikke nieuwe klant van ons. Wil jij misschien even komen? Waar ben je? Ik ken jullie nog niet allemaal. Het product kennen jullie ook niet. Maar failliet, kun jij misschien zeggen wat wij voor jou mogen gaan maken sinds kort? En dan wil je misschien iets aan ons kwijt. Ja, ik wil allemaal ten eerste bedanken. Want ik zet jullie zo hard in om ons een beetje voor elkaar te krijgen. Maar ik ben er dan niet al te lang. Maar ik hoop wel lang te kunnen blijven. En ik ben super blij met DZB, omdat zij zich zo open opstellen. En behulpzaam zijn met het creëren van een nieuw product. Dus ja, iedereen bedankt. Super bedankt, failliet. Ja, mensen. Kijk, en natuurlijk krijg je klanten als Willy, die we net gehoord hebben, en Richard van Martinez, dat zijn al grote merken, dat zijn al grote klanten. Maar failliet begrepen. En daar kunnen we echt zoveel voor doen. Als we goede kwaliteit leveren, kan hij groeien met zijn product. Het is niet alleen goed voor ons, het is goed voor Nederland. Als die producten groeien en als hij dat kan gaan exporteren. Dat is fantastisch. Eens kijken, wie hebben we nog meer? Ja, ik heb Jochem, ik heb je nog een hand gegeven. Maar kom erbij. Ook een nieuwe klant van ons, van Yogi en Yusuf. Welkom. En misschien ook een zin van jou aan de collega's hier. Ja, zeker. Nou, allereerst, wij zijn net met jullie begonnen met de dadels. Ik weet niet wie heeft al met de dadels gewerkt? Oké, hebben ze al geproefd? Ja! En wat voor even is die lekker? Voor de mensen die het niet lekker vinden, dat is maar goed ook, want we willen ze verkopen. Ja, dat vind ik ook goed. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie inzet sinds ik hier ben gestart. Spat dat enthousiasme ervan af. Daar ben ik heel blij mee. Wij zijn nu al 3 jaar bezig met de dadels. Exporteren het al naar 10 landen. En daar kunnen we jullie hulp hartstikke goed bij gebruiken. Dus jongens, toppie. Dankjewel Job. Ik ben vereerd dat die er is. Onze burgemeester, Harry Leven. Dankjewel. Beste mensen, wat fijn om hier te zijn. En waarom is het nou zo fijn? Weet je wat je als burgemeester nou het allerfijnst vindt om te doen? Dat is lekker opscheppen over hoe het hier in Leiden gaat. En het gaat hier altijd hartstikke goed. En de laatste jaren gaat het steeds beter. En bij DZB, daar maken ze super chocolade. En als dan iemand tegen mij zegt dat hij een bepaald soort chocolade zo ontzettend lekker vindt, of als ik dan in de winkel kom en ik zie het er liggen, dan zeg ik, ik weet wat er gemaakt wordt. Dan kunnen wij hier bij ons, wij kunnen dat maken. En daar ben ik ontzettend trots op en daarmee ook ontzettend blij dat dat iedere keer weer gebeurt. En de keren dat ik hier ben geweest, vond ik het ook iedere keer fantastisch. Want welke gemeente kan nou zeggen dat ze zelf chocola maken? Dat kan bijna niemand, dat kunnen wij. En nog hartstikke mooie chocola. En hartstikke lekkere chocola met prachtige verpakkingen, dat is werkelijk fantastisch. En je merkt dat de anderen er ook stinkend jaloers op zijn. En dat vind ik eigenlijk nog wel het leukste. Dat je iets hebt wat een ander niet heeft. En daar zijn we ontzettend blij mee. Daarom komen ze ook allemaal kijken wat wij hier kunnen. Ze kunnen het nooit helemaal namaken, maar ze proberen er altijd een beetje van te leren. En dat mag natuurlijk. Maar wij zijn er hartstikke blij mee. En chocolade, dat is natuurlijk ook een ontzettend mooi product, hè. Want als kinderen vonden we het altijd al lekker om chocolade te krijgen met Sinterklaas en op allerlei andere momenten. En chocoladedrank als je gaat schaatsen of als het lekker koud is, dat hoort er ook bij. Chocolade, dat past heel erg bij ons en bijna iedereen vindt chocolade fijn. En daarom is het ook zo mooi dat we dat hier hebben. En ik wil jullie bedanken die jaar in jaar uit in staat zijn geweest om met elkaar keihard te werken dat dit zo goed is gelukt. En ik wil de directie bedanken dat hij zo goed deze fabriek geleid heeft dat hij nog steeds op deze manier aan de top staat. En daar ben ik hartstikke blij mee. En ik wil onze klanten bedanken die ervoor zorgen dat er ook iedere keer weer opnieuw werk is. Want anders lukt dat niet, want we verkopen het niet zelf in de winkels. Nee, zij zorgen ervoor dat ze ideeën hebben over hoe ze dat moeten verkopen. En dat doen ze fantastisch goed. En die wil ik ook hartstikke bedanken. En op deze manier kun je zeggen, 25 jaar, dat is mooi. En we gaan nu op naar de volgende 25 jaar. Want wij worden oud met chocolade. Want chocolade is een prachtig product. Dank jullie wel. Maken jullie hier ook chocoladeletters? Nee, niet!